Wij zijn hier de LP, de plaat, zijn wij op een andere manier aan het ontwikkelen. Ja, wij doen het eigenlijk spuitpersen. Als jij een vinyl hebt, dan gooi je een warm blok van 180 graden vinyl erop. Dan injecteer je stoom erin voor 8 seconden. Dan pers je hem en dan rolt eigenlijk de vinyl in de pers naar buiten. Dus je beschadigt meteen je groeven van je informatiedrager. Wij proberen hem helemaal vol te spuiten en dan pas samen te persen. Dus eigenlijk spuitpersen en dat we recht in de groef komen. Wij doen het zonder PVC en op een energievriendelijke manier. Nou, wij gebruiken geen stoom, dus onze energieverbruik reduceren wij met denk ongeveer 70%. De vraag van LP's neemt steeds meer toe, vooral bij de jeugd. De groeicijfers 2013 is 30% omhoog gegaan, 2014 40%, 2015 wereldwijd 50% omhoog. Ze willen weer iets kopen om iets in handen te hebben. Die plaat moet je schoonmaken, je moet hem op die pin leggen, je moet die haak erop zetten. Ja, de naald, ja, het is gewoon het gevoel terug. Wij doen dit met 8 partijen. De ene doet de matrijs, de andere doet de kunststof, de andere doet de robotisering. Nog een kenniscentrum, hoe zit erbij? Code Automation and Service is een automatiseringsbedrijf. Wij doen niks anders dan automatiseren rond de spuitgietmachine. Iets wat heel mooi uitkomt bij het project waar we nu mee bezig zijn. Nou, ons aandeel in het project is dat wij de onderdelen maken voor de nieuwe matrijs voor de LP's. Wij zitten nog in de beginfase. De matrijs die je hier ziet draaien, die is een oude laserdiscmatrijs die we om hebben gebouwd. Er komt hierna zeker nog een nieuwe versie, misschien nog wel 2. En we zijn bezig om de verschillende soorten kunststoffen te testen, te mengen. Vinylplaat zal vervangen worden, omdat vinyl dus schadelijk is in verband met een vinylchloride. Een zoutzuur dan. Dus hier zijn we bij bedrijf CMB die dan de grondstof ontwikkelt, de grondstof produceert. En zodoende gaan we dus nu naar een materiaal zoeken waar ze inderdaad gewoon dezelfde kwaliteit kan genereren in de muziekdrager als een oude vinylplaat. Ik hoor toch wel bijvoorbeeld een record industry, dat is een van mijn partners, die zegt ja, als je dit gaat doen dat is revolutionair, want de groeven, je beschadigt de informatiedrager nu, dus ja, dit wordt wel een superplaat.